ziet hier deze witte geschilderde muur, gevel. Deze gaan we helemaal weer schoonmaken. Hij is redelijk aangetast door het organisme. Dat zie je hier niet zo heel erg, maar als je heel diep erin kijkt, zie je het wel. Je ziet hier ook in de zijkanten, zie je hier roest. Nou, dat is een bepaald tricky ding. Dat kunnen wij heel goed verwijderen zonder dat het beschadiging oplevert. Ik ben begonnen als het Clean TN, dat is een schoonmaakbedrijf. Als glazenwasser. Op een gegeven moment kwam ik op een idee dat ik toch iets meer wilde dan een ander. En iets heel anders. En zodoende ben ik met een kameraad, met mijn leverancier, gepraat, dat is een vriend van mij. En toen vertelde ik een beetje, hij zei, nou, ben je met iets bezig? Je moet even kijken, heb een filmpje gezien op YouTube. Je moet kijken of jij wat ook vindt. Nou ja, zo gezegd, zo gedaan, zag ik dat die man met een heel simpel systeem was dat. Die deed ook een gevel schoonmaken ermee. Ik denk, dat kan niet. Tovenarij, dat bestaat niet. Je ziet hier, zie je verschillende nozzels zitten. Voor elk oppervlakte is het veranderd. We kunnen hier hem op spray zetten, dan gaat hij sprayen. Hier kunnen we hem op straal zetten. Hier kunnen we hem op een andere hoek neerzetten. Zo doen we dat door elk oppervlak op een hele andere manier kunnen doen. Je ziet hier hoe groen alg. Nou, je ziet hier ook, deze is ook helemaal vuil. Hier zie je alg. Dit is weer korstmos, het gele. Dat is het hardnekkige organisme wat er is. En dat gaan we allemaal weghalen zonder schade. Nou, we sprayen dus de chemie sprayen we dus op het oppervlakte. Dat dringt in het oppervlakte ook en dat maakt gewoon helemaal schoon. Het vernietigt het organisme en het haalt meteen vuil, insectennesten en webben. Verwijder het direct. Dus zodra we direct af gaan spoelen, zie je het gewoon naar beneden lopen en het is schoon. Dus het is een schitterende methode. Echt.